haal verband gaan ze en een deken. Oh, Marcus. Ja, schiet op. Schiet op. Marcus. Je laat daar toch niet zo rondlopen met dat ding? Toen niet zo idioot zijn, het niet gedaan. Ze veerde de grond waarover hij liep. En die pistool dan? Ja, dat heeft ze vast ergens opgeraapt. Geef me je jasje. Pas je op dat er geen bloed aan komt. Ik heb hem te leed. Wat? Ik ben kwalijk. Denk je dat hij het redt? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Hij verliest veel bloed. De kogel zit er nog in. Waar blijft ze nou? Kunnen we hem niet beter naar zijn kamer toe brengen? Ben je gek? Dan blijft hij onder onze handen dood. Ik zou wel eens willen weten wat voor een papier Agatha heeft meegenomen. Een papier? Het was een akte of zoiets. Hij had het in zijn hand. Het scheen haar nogal te interesseren. Oh, dat kan niet zijn. Die jongen die kan nog geen letter lezen. Ja. Geloof dat ik misselijk word. Mag daar nou nog even mee? Geef me die schouder. Het heeft geen zin, zeg ik u. Hij is dood. Laat dit aan mij over en bemoei jij je met het huishouden. Waar zijn de anderen? Die zijn bezig de andere lijken naar de grafkelder te brengen. Wat? Die mogen nog niet aangeraakt worden voordat de politie er is. Als die hoort komen. Natuurlijk komen ze. Zodra het bloedig gesteld is, ga ik naar het dorp om ze te waarschuwen. Nee, wacht, dat kun je niet doen. Ben je vergeten wat er gisteravond gebeurd is? Ik moet wel. Als Marcus geen doktershulp krijgt, dan maakt hij geen schijn van kans. De kogel moet verwijderd worden. Hij heeft helemaal geen kans. Die arme jongen is dood. Als hij naar het ziekenhuis gaat, dan haalt hij het. Dat weet ik zeker. Het heeft geen zin u zelf wat wijs te maken, zuster. Hij is dood. En dat weet u. Als je dat nog één keer zegt, dan doe ik je wat. Haal mijn jas. Maak dat je wegkomt. Nee, wacht. Laat mij naar de politie gaan. Jij kunt beter bij Marcus blijven. Je kunt hem hier niet zo laten liggen. Oh, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Jij moet hier blijven. Je bent de enige die je kan vertrouwen. Ja, maar als de moordenaar je achterna komt om te verhinderen dat je de politie ligt. Ik neem het pistool mee. Dan zal hij dat wel uit zijn hoofd laten. Dat is niet nodig, zuster. Ik ga. Ik zie in dat ik verkeerd gedaan heb. Het is duidelijk dat meneer Marcus hulp nodig heeft. En hij zal mij niks doen, wat hij ook de anderen heeft aangedaan. Wie? Meneer natuurlijk. Hij is ziek. Agatha, voor de laatste keer. Van de Borgias. De
zuster van Alexander, Marcella, die trouwde met Suzette de Tombre. En precies 4 weken later stierf hij. Dat was haar eerste succes. Niemand vermoedde iets en dat was op zichzelf wel opmerkelijk in die tijd. Ja, het was een dame die was gek op reizen. En toen ze tenslotte naar Engeland kwam, verengelste ze haar naam en ging ze in zaken. Natuurlijk had ze in een klein dorp als dit heel veel succes. Oh, en de Italiaanse zeden, die waren heel populair. Zelfs de koninklijke familie had... Wij hebben altijd geprobeerd naar haar zedelijke normen te leven. Zelfs de laatste jaren. En nu gebeurde dit. Al die doodgewone moorden. En allemaal in één nacht. Marcus? Marcus? Marcus! Raak hem niet aan! Is hij dood?
Wie heeft het gedaan? Dat zouden we allemaal graag willen weten. En hoe is het gebeurd? Ja, Agatha heeft hem gevonden. En die is met de pistool de kamer uitgelopen. Ze is schijnbaar de moordenaar recht in de armen gelopen. Maar wat deed Marcus hier? En wat is er met al die papieren? Het testament. Hij zat achter het testament aan. Kun je nou niks anders denken? Ik wil weten wie Agatha heeft vermoord en Marcus heeft neergeschoten. Waarschijnlijk dezelfde als die de andere vermoord heeft. Jullie vader. Onzin. Vader heeft hem niet vermoord. En de andere ook niet. Penworthy heeft de eerste twee vermoord. En ik hem. Ik heb hem in de gaten gehouden toen hij het huis verliet. Hij had de oprijlaan niet genomen, maar liep naar het huis terug met een geweer in zijn hand. Ik vermoedde dat hij iets in zijn schild voerde. Dus ik haalde een mes uit de keuken en volgde hem op de hielen. Toen hij aanlegde, kreeg ik hem nog net te pakken voordat hij de trekker kon overhalen. Oh, Monica! Dus jij was het. Jij hebt dit allemaal op je geweten. Monica, je hebt haar het leven gered. Hij had hem van die afstand nooit kunnen missen. Oh, en of hij haar gemist zou hebben. Hij wilde jou neerschieten. Ah. En hoe weten we of ze de waarheid spreekt? Hetzelfde geldt is het precies andersom. Achtervolgde Penworthy haar en heeft zij hem het zwijgen opgelegd. Anne. Ja, ze kan het lijk van die oude Tom toch in de grafkelder hebben opgeborgen. Niemand weet daar beter de weg dan zij. Jij bent gek. Iemand is het in ieder geval. Iemand van jullie is een moordenaar. Een moordenaar die jullie niet alleen plezier is schept om zijn eigen familie om te brengen, maar ook onschuldige buitenstaanders. Nou moet jij eens heel goed aan het houden. Niet aan. Ik voel er niets voor om slachtoffer nummer 6 te worden. Ik hoef mijn aandeel in de erfenis niet. Geen cent. Ik wil gewoon naar het dorp gaan om hulp te halen voor Marcus. Voor Marcus. Ik ga mijn jas halen en ik ga naar het dorp. Laat niemand me volgen. Mij kan niets gebeuren. Oh, weet je dat zo zeker? Ik schiet op iedereen die me achterna durft te komen. Anne, Anne, wacht! Anne! Wel, wel. Charmante vrouwtjes, die verpleegsters. Die Nightingale, die had toevallig toch geen gelijk, hè? Jij handelt toch niet in opdracht van papa? Wat denk je? Ik acht jou er wel toe in staat. En zeker als je daarmee de hand kunt leggen op 4 miljoen pond. Dat moet jij zeggen. Als iemand hem uit de grafkelder gehaald heeft, dan kom jij daar voor als eerste voor in aanmerking. Want jij bent zo sterk als los. Dat is niet alleen een kwestie van kracht, liefje. En ik weet zeker dat jij met je vogelklauwtjes heel goed met een vleesmes overweg kunt. Als dat zo was, dan had je het jaren geleden al gemerkt. Wat denk je van onze oudste zuster, Lucretia? Zou zij een heel lijk kunnen verslepen? Waar is ze eigenlijk? Hoezo? Hoezo? Omdat ik het tijd vind dat we ons verstand gaan gebruiken. Ik vind het tijd dat we onze hersens eens even laten werken. Ik ga er halen. Hou me niet alleen, snoesje. We gaan samen, al is het alleen maar voor de veiligheid. Sinds wanneer voel jij je bij mij zo veilig? Nou, niet. Maar Dora weet dat we samen de kamer zijn uitgegaan. Begrijp je? Ik wil wel meegaan. Alsjeblieft zeg, we gaan niet op safari. Jij blijft zitten. En je houdt een oogje op hem. En als je iets hoort, hoef je alleen maar te schreeuwen. Nou, kom op, we gaan. En zo bleek. En zo koud. Ze heeft zichzelf opgesloten in de kamer. Ze wou niet eens naar me luisteren. Ik hoorde hoe ze de grendel op de deur schoof. Oh ja? Nou, dat is niet zo mooi. Hoezo? Nou, als de moordenaar haar nou ook wil vermoorden. Maak geen enkele kans. Die deuren zijn centimeters dik en absoluut geluiddicht. Oh ja, dat is waar. Maar zou hij de deur nemen, denk je? Hij kan ook binnenkomen via de gang achter de schoorsteen.
Wij gebruiken de deuren bijna nooit. Door de gangen gaat het veel sneller. Bedoel je dat hij toch in haar kamer kan komen? En we zouden haar zelfs niet horen schreeuwen. Oh, Anne! Dwaas! Wie is daar? Hallo? Wie is daar? Lucretia? Bent u daar, papa? Hallo? Lucretia? Papa? Doe niet zo idioot, Perry. Ik zeg toch dat ik me goed voel. Marcus? Een minuut geleden was ze dood. Hij is dood. Dora? Juffrouw Tom? Ze moeten hier langs gegaan zijn. Dora! Dora! Anne! Dora, waar ben je? Anne, kom terug! Dora? Heb je ze gevonden? Geen spoor. We moeten haar vinden. Ze is misschien wel in levensgevaar. Wat moeten we doen? Haar achterna, via de gangen. Wat is er nu weer aan de hand? Marcus is dood. En Dora is verdwenen? Dora? Kom mee. Wat is er aan de hand? Dora is weg. Nu Dora weer. Wat is... Dora? Waar heb jij gezeten? We dachten dat je verdwenen was. Ja, het spijt me, maar... Het paneel ging open en er kwam er niemand uit. Toen ben ik even gaan kijken. Je bent gek. Hij had je wel kunnen vermoorden. Wat is dat? Vond ik in een van de gangen. Wat zit erin? Ik weet het niet, maar dit is het handschrift van papa. Van papa? Ja, misschien is het het geld. Of... Het is goed ingepakt. Laat mij eens even kijken. Ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Wat is het? Zit erin. Het hoofd van Lucretia. Vijf kleine visjes zwommen in een sloot, maar op een donkere avond ging er eentje dood en toen waren er nog vier over in de sloot. Vijf kleine... Dora! Is er iets, zuster? Of er iets is? Waarom trekt die mist nou niet op? We hebben het allemaal een beetje te kwaad van de spanning. We moeten hulp gaan halen voor het te laat is. Waarom? Voordat er nog een moord gepleegd wordt, natuurlijk. En wie zegt dat er nog een moord gepleegd wordt? Daarvoor is hij te ver gegaan. Hij zal nu niet meer stoppen. Hij zal ons allemaal vermoorden. Dan we de politie erbij moeten halen. Tja, en waarom hebben we dat dan niet gedaan? Dat weet je heel goed. Oh ja? Oh, ja. Tuurlijk. Pistool was verdwenen, hè? Jammer. Jammer? Is dat het enige wat je te zeggen hebt? Dringt het niet tot die botte hersens van jou door dat we allemaal in gevaar zijn?
terecht is. Er zit nog een kogel in. Hoe weet je dat? Ik heb het gezien. Het lag op de keukentafel. Ik wilde het pakken, maar toen viel Agatha in mijn armen. Ja, het is jammer dat je je toen hebt laten afleiden. We hadden haast in het dorp kunnen zijn. Waar blijven die twee nou? Ik sterf onderhand van de honger. Ik zal het wel even gaan halen. Nee! Nee! We blijven allemaal hier, dat hebben we afgesproken. En daar houden we ons aan. Het kan zijn dat jij dat afgesproken hebt, zuster Franklin. Maar ik maak mijn afspraken zelf. Daar heb ik jou niet bij nodig. Emily, jou te tegen! Ik zal niet weten waarom. Ze is vrij om te gaan waar ze wil, en ik trouwens ook. Jullie zijn gek. Jullie vragen erom om vermoord te worden. Er wordt niemand meer vermoord. Er vallen geen doden meer. Als die rotzendvisjes niet gauw komen, dan sterf ik van de honger. Monica! We komen, we komen. Nou, dat is dan niet op tijd. We hadden onderhand wel een heel brood kunnen bakken. Sorry dat het wat langer duurde. Ik ben voortdurend afgeleid. Dat zie ik. Je had toch gezegd dat we een oogje op elkaar moesten houden? Ik had er misschien bij moeten zeggen, handjes thuis. Nee, zeg niet. Nee, ik heb geen trek. Nou, ik wel. En anders ik wel. Het duurt maar. Sterf van honger. Monica, je hebt al 24 uur niets gehad. Je moet wat eten. Al worden het 24 maanden, ik eet en drink in dit huis niets meer. Je kunt ze gerustig eten, hoor. Ik heb ze zelf klaargemaakt. Monica heeft er bovenop gestaan. Ja, dat geloof ik graag. Oh, moet je die ogen zien bliksemen. Je wilt toch niet omkomen van de honger? Hier. Neem me niet kwalijk. Oh, wacht. Hier. Neem mijn appel. Daar kan je niks mee gebeuren. Dat had je tegen Sneeuwwitje moeten zeggen. Als ze een appel wil hebben, dan komt ze hem zelf maar halen. Tegen zijn van mij. Maar je kan er toch wel één keer missen? Voor haar? Dacht niet. Laat maar, Perry. Laat ze lekker zelf opeten. Daar ben ik wel goed van. Hoe was dat ook weer met die varkens en die eikel? Emily! Emily! Perry, kom helpen! Wat? Ze is buiten westen. Ja, nogal logisch dat je van de trein.
ze de eerste keer gilde, voordat ze viel. Ik moet ineens ergens aan denken. Het is precies dezelfde plek waar tante Minerva terecht kwam toen ze van de trap viel. Alle botjes in haar lichaam waren gebroken. Maar de Chinese vaas, die was tenminste nog heel. Anne, dat zou ik Anne. Laat als ik jou was, ik zou het reuzen aan het halen. Dat heeft tante Minerva ook niet geholpen. Door. Oké, ik ga wel. Wacht. We moeten Emily hier eerst weghalen voordat Anne bij komt. We kunnen haar niet zo laten liggen. Oké, we kunnen haar hiernaast naar binnen schuiven. In de eetkamer? Ik zou geen betere plek weten. Pak jij de schouders? Kijk eens. Wat? Sporen van struikeldraad. Je bedoelt... Iemand wilde een vliegende verpleegster van haar maken. Het is vermoedelijk boven voor de trap gespannen. En het loopt helemaal rondom haar enkels. Smerig. Ja, smerig. Heel smerig. Kom, laten we het karkas wegbrengen voordat de zusje begint bij te komen. Stil maar, liefje. Ik zal goed op je passen. Barry? Wil je meneer Potter zien, liefje? Wil je met hem praten? Wil je misschien wat vertellen? Barry? Maar dat willen we toch niet, hè? Zolang jij nog ijlt, kunnen we dat beter niet doen. Wie weet... Wat je zou zeggen. Hm? Wacht. Je ligt niet erg gemakkelijk, is het wel? Lijken en een gewonde. En terwijl er een moordmaniak uit rond
opsluit. En jij zit er lekker de keuvel overbij, zien de Romeinen. Het enige wat er nog aan ontbreekt is een knetterende donderbui en het uitvallen van de stroom. Oh. Had ik niet moeten zeggen? Mary! Ja? Geen bewegen, jij maar aan de generator. Ja, maar er is iemand buiten. Waarschijnlijk is de tank gewoon leeg. Ik ga het even in orde maken. Nee, Monica, misschien is het een list. Oh. Ik kan best op mezelf passen. Monica! Doe, Monica, ik ben bang. Oh. Mary, houd het even. Wat? Mary, waar ben je? Hier! Beweeg je niet! Nee! Ik voel tocht in mijn hals. Wat? Ik denk dat het paneel open staat. Oh. Er is iemand in de kamer! Oh nee! Oh. Vlug, steek een lucifer aan! Ja, die heb ik niet! Ik rook niet, dat weet je toch? Oh nee! Ik kan je niet vinden! Hokje, maar ik zit vlak voor je. Ja, ik heb je. Waar ik moet beginnen. Om je de waarheid te zeggen,
Het berustte allemaal op een afschuwelijk misverstand. Al die moorden waren niet nodig geweest. Huh? Ik probeer te vertellen dat het allemaal mijn schuld is dat ze vermoord zijn. Huh? Jouw schuld? Oh, niet persoonlijk hoor, maar het is mijn schuld dat ze vermoord zijn. Dat komt omdat ik zo ontzettend verlegen ben. Dat ben ik altijd geweest. En toen jij zei dat Frida vermoord was, omdat anders de familie geen cent van de erfenis zou krijgen. Toen voelde ik me afschuwelijk. Als ik niet zo ontzettend verlegen was geweest om de waarheid over mezelf te zeggen, dan hadden ze nu nog geleefd. De waarheid? Frida is helemaal niet de Ermitude S. Dat ben ik. Jij? Ik heb altijd schrijver willen worden. Maar ik kan alleen maar damesromans schrijven. Dat kan ik niet onder mijn eigen naam doen. Dan had iedereen me uitgelachen. Ik werk bij een begrafenisonderneming, zie je. En we vonden het beide beter dat ik daar zou blijven werken, zodat niemand erachter zou komen. En Frida was mijn agent en de enige die ervan afwist. Dus als ik een receptie had of naar de opening toe moest, dan nam ik Frida mee en stelde ik haar voor als Ermitrude S. Juist, ja. Ik had het natuurlijk eerder kunnen zeggen, maar ik wist niet wat de gevolgen waren. Dat Frida op een tamelijke, eigenaardige manier gestorven was. Je vindt het toch niet erg? Wel, nee. Ik vind het geweldig voor je. Al dat geld voor jou alleen. Over dat afschuwelijke geld wil ik het niet hebben. Ik wil het niet eens meer hebben. Ik schenk het aan een of ander liefdadigheidsdoel. Tenminste, als het ooit gevonden wordt. Ik zou het niet eens aan durven raken. Er kleeft bloed aan. Dat zal ik dan wel doen. Het hemd is tenslotte naarder dan de rok. Ik wil er geen cent van hebben. En jij denkt dat ik je stil blijf toestaan kijken terwijl jij je vermogen weggeeft? Ik geef er niks op. En trouwens, jij kan niet voorlopig niet lopen met die gebroken been van je. Oh? Jij kunt lopen? Oh, wat ben jij een scherpe opmerker. Jammer. Dat je hersens niet net zo scherp zijn als je ogen. Arme dwaas. Denk je nou werkelijk dat ik dat geld door mijn vingers laat glippen omwille van jouw opvatting van ethiek? Dat geld is van mij. En ik zal het krijgen ook. Jij bent het geweest. Jij zit overal achter. Hamilton Penworth, die heeft me ook een beetje geholpen. Ja. Hij was er ook bij betrokken. Sta daar niet zoals een dakklim op. Ik zal jou niets doen. Ik zal alleen het prachtverhaal vertellen. Proost. Ja, ga zitten, Barry. Je maakt me doodnerveus. Zitten! Zo is het goed. Ten eerste moest ik ervoor zorgen dat ik lid werd van de familie. Arme Marcus. Hoefde hem er alleen maar van te overtuigen dat Caesar een vrouw nodig had. En de rest was kinderspel. Calpurnia. Pardon? Calpurnia, de vrouw van Caesar. Zo noemde hij jou. Ja, dan had hij de zaak bijna verraden. Het kostte weinig moeite om hem naar het stadhuis te lokken. Penworth die fungeerde als getuige. En de trouwakte borg hier ergens op. Om er op het kritieke moment mee tevoorschijn te komen. Als enige overlevende van de familie zou ik recht hebben op de verlegen erfenis. Keurig werk, nietwaar? Eén ding na. Ja, we hadden er geen rekening mee gehouden dat jij incognito zou komen. Dat was erg ondeugend van je, Perry. Door jouw schuld hebben we de verkeerde mevrouw S. omgebracht. Olivier was natuurlijk geen probleem. Ik wil er geen woord meer over horen. Maar het werd er niet eenvoudiger op toen Penworth hier werd neergestoken. Monica had gelijk. Hij was niet van plan om naar het dorp te gaan. Hij wilde jou uit de weg ruimen. Niet omdat we iets tegen je hadden. Maar je liep ons gewoon in de weg. Dat begrijp je toch wel? Zo ongeveer. En als die oversekste koe zich er niet mee bemoeid had, dan was het hem nog gelukt ook. Ach, weet je, het is maar beter zo. Ik ben nooit van plan geweest mijn geld en mijn leven te delen met Hamilton Penworthy. Maar op dat moment zat ik wel flink in de rat.
Er was nog iemand in actie gekomen. Ik had geen idee wie. Mijn hart breekt. Nee, dat komt nog. Ik wist dat Penworthy hier ergens de trouwakte had opgeborgen. Dus ik stuurde Marcus om hem te geven. Natuurlijk ben ik hem achterna. En Lucretia maakt het wel heel makkelijk. Eén telefoontje dat er laboratorium overhoop werd gehaald. En ze liet me regelrecht in de armen. En dan Agatha, de oude trouwe huishoudster. Haar moesten we natuurlijk ook kwijt. Omdat jij had gezegd dat ze weg was gelopen met een soort papier. Een akte of zo. De trouwakte! Ze had het mes nooit zo dicht bij de deur moeten hangen. Dat was een geschenk uit de hemel. Ongelooflijk. Wat ben jij een afschuwelijk monster. Ach, oefening baart kunst. Ik haastte me om de doos met het hoofd van Lucretia te halen en in de gang achter het paneel te zetten. Dat kan niet. Ik stond voor je slaapkamerdeur. Ik heb de gangen genomen, lieverd. Waarom dacht je anders dat ik de deur op slot gedaan had? Het kostte weinig moeite om Dora de gang in te lokken. En nog minder moeite om jou te helpen zoeken. En toen was het de beurt aan Emily. Die maakte het me nog eenvoudiger. Ik had de avond ervoor een beetje cyankali in een van de appels gespoten. Ik wist dat ze vroeg of laat die slagtanden erin zou zetten. En het mooiste van alles was dat ik niet eens in de buurt hoefde te komen. Oh. En toen maakte ik een fout. Ik geef het eerlijk toe. Er was namelijk geen reden meer om te blijven. De mist begon op te trekken en Marcus was dood. Vandaar mijn val van de trap. Natuurlijk ben ik niet echt gevallen. Ik heb gewoon even het struikeldraad dat ik voor Dora boven de trap had gespannen, om mijn enkels getrokken en heb de Chinese vaas omgegooid. En het lijk van die oude tomp nog even op de grond gelegd en heb toen de Chinese vaas omgegooid en tussen de scherven gaan liggen. Met de gebroken been konden we immers niet weg. Maar jij was buiten Westen toen je onderaan de trap lag. Dat had Monica geconstateerd. Ja, allicht. Ik onderschatte haar niet. Ik had mezelf een lichte injectie gegeven om een paar minuten buiten Westen te zijn. Heel simpel. Net zo simpel als het opendraaien van een generatortank. Wat een geluk dat jij het pistool gevonden hebt. Daar was Monica me bijna te slim af geweest. Maar jij hebt haar te pakken. Jouw vingerafdrukken staan op het pistool, lieverd. Wat? Dacht je? We willen toch geen bewijzen laten verdwijnen? Bewijzen? Bewijzen dat jij die moorden gepleegd hebt? Er moet toch iemand voor opdraaien? Dat geloven ze nooit. Wacht maar totdat ik mijn verklaring heb afgelegd. Verklaring? Jij bent hier gekomen in opdracht van Monica onder een valse naam. En samen hebben jullie de hele familie uitgemoord. Totdat jullie zelf ruzie kregen. En je haar hebt neergeschoten. Ik kon gelukkig net wegkomen. En voordat ik nu naar de politie ga, sla ik je hier naar buiten Westen. Onderweg verzin ik wel een oplossing voor de details. Denk je dat je daarmee wegkomt? Jawel, ik maak doorgaans een zeer overtuigende indruk. Dan zal ik het jou vertellen. Je hebt één fout gemaakt, één hele grote fout. Nou, leg me dat nog maar eens even uit dan. Die sporen rondom je enkels. Wat is daarmee? Als je struikelt over struikeldraad, dan laat het de spoor achter op de plaats waar je met de draad in aanraking komt. Maar bij jou loopt het helemaal rondom je enkels. Dat had Monica gezien toen we Emily naar je naast brachten. Slim van haar. Ja, en als de politie dat ziet, dan weten ze dat je alles gelogen hebt. Arme Monica. Dat moet een schok voor haar geweest zijn. Dat ze toch nog het moordwapen voor de eigen dood leverde. Oh, dat is nog niks vergeleken met de schok die jij nu gaat krijgen. Monica is helemaal niet dood. Ik heb over haar heen geschoten. En ze heeft alles gehoord wat jij gezegd hebt. En dan kom je aardig mee in de problemen, denk je ook niet? Monica, sta maar op. Monica, sta maar op. We hebben haar te pakken. Monica? Ik geloof dat je toch een foutje hebt gemaakt. Je hebt er toch doodgeschoten. Monica? Maar dan zal ik mijn plannen toch iets moeten wijzigen.
Ik kan het risico niet nemen dat jij bij de politie om mijn enkels gaat lopen wijzigen. Ze mocht eens geneigd zijn je te geloven. Ik moest wel met je vechten. Jij was een gewetenloze moordenaar. Het was hij of ik. Niemand zal me daar later enig verwijt over maken. Niemand zal je horen. Ook gij. Spijt me, maar 1 millimeter lager en ik had niets meer voor je kunnen doen. Je had bijna nieuwe scheiding in mijn haar getrokken. Stel je voor. Arme Perry, maar die laatste scène was perfect. Zonder jou had ik het niet voor elkaar gekregen. Als ze niet zo slim had willen zijn met dat struikeldraad, had ze ons allemaal van kant gemaakt. De hemel zei dan dat jij zo snel door had wat ik bedoelde. Alleen voor Dora is het te laat gekomen. Ja, maar niet voor ons. En de 4 miljoen. Dat afschuwelijke geld wil ik niet meer hebben. Ik hoop dat het nooit gevonden wordt. Ik weet waar het is. Wat? We hebben er wekenlang overheen gelopen. Het lag in een van de onderaardse gangen. Wat is dat? Een ontvangstbevestiging van je uitgever. Ze bevestigen de bestelling en betaling van 2 miljoen exemplaren van je nieuwste boek, Hartstocht in Cheltenham, te leveren. Per prijs van 2 pond per stuk te leveren op afroep. 2 miljoen exemplaren? Voor 2 pond per stuk? Dat is 4 miljoen pond. Daarom zijn al die boekenkasten hier zo leeg. Ze zaten te wachten op mijn boeken. Precies. Zo krijg je toch nog een deel van de erfenis. Al is het dan in de vorm van auteursrechten. Ik vind dat we de politie erover in moeten liggen. Oh, maar dat kan nog best even wachten. Hoezo? Die paar uur maakt het toch ook niet nuttig uit. Een paar uur? We hebben een zee van tijd om elkaar een beetje beter te leren kennen. Nee, laat los. Nee, laat los. Erwin! Zanden in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 4 over in de sloot. 4 kleine visjes zwommen in de sloot. 4 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 3 over in de sloot. 3 kleine visjes zwommen in de sloot. 3 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 2 over in de sloot. Een keer een geweldig applaus voor deze acteurs. En de ernst onder de leiding van de regisseur Lisbeth Lorenzen. Wil je even naar voren komen? En allemaal een hartelijk applaus voor Lisbeth.
En we hadden vanavond ook een debutant in ons midden. En dat was Christa. De souffleurs waren Alexandra en Ans. En Ans is nu in ons midden. Ook een applausje voor haar. En het geluid werd verzorgd door Raymond en door Frank. Ook jullie hartelijk bedankt. En ik hoop dat Top Theater u weer een onsterfelijke avond heeft bezorgd. Ik wens u nog een goede avond en wel thuis.